In het vorige seizoen van Cliffhanger. Wij gaan trouwen. We moeten alles op alles zetten om deze bruiloft te stoppen. Het kan niet doorgaan. Ik ga het nieuws brengen bij Marit voordat de kroon er is. Nee! Je bent ontslagen. Het spijt me dus ontzettend, jongens. Ik heb het eigenlijk nooit gewild. Oh, jongens, ik ben zo blij dat alles weer goed is. En we hebben ook nog heel erg goed nieuws, hè? Marit en ik gaan namelijk toch trouwen. Oh, leuk! Jurk staat je echt geweldig. Ja, hè? Ja, hij is ook echt wel een stuk mooier dan die oude van je moeder, die we bij de vorige cliffhanger hebben gebruikt. Ja, dat klopt. Maar we hebben tegenwoordig ook iets meer budget voor onze video's, hè? Is dat zo? Ja. Mevrouw, doe toch maar die jurk van 50.000 euro. Oké. Okay. Nee, ja. Maar ik bedoel... Hey, maar Marit, is het wel de bedoeling dat ik de jurk zie voor de bruiloft? Is dat normaal? Dylan... Dit brengt toch hopelijk geen ongeluk? Ongeluk? Nee, dat zal wel meevallen. Oké, maar ik wil toch dat je deze even opdoet. Oké. Rick, hoeveel heb jij gegeten sinds de laatste aflevering van Cliffhanger? Wil je dat echt weten? Ja. Heb je even? Nou, toen we klaar waren met schieten had ik eigenlijk meteen wel zin om even naar de Mac te gaan. Dus ik had daar gewoon een standaard Big Mac menu. S'avonds zaten we met vrienden bij elkaar, Big Mac menu, zeg maar. Toen vond ik het wel nodig om even iets gezonder te doen, dus toen had ik 6 braadworst. Oké. Ik weet genoeg. Maar dit is pas dag 4. Rick, heb je eigenlijk wel gehoord wat Dylan en Maren tegen elkaar zeiden op dat bruggetje? Ja, was iets van verbouwen? Nee. Ze gingen... sjouwen? Nee. Oh nee, wacht! Ze gingen litouwen! Of was het nee, touwen? Nee, Rick. Ze zeiden dat ze gaan trouwen. Gaan ze trouwen? Oh, wat leuk! Ik ga ze meteen bellen om ze te feliciteren. Rick! Ik dacht dat je me zou steunen! Rick, wat doe je? Ik hoorde die niet. Ja, wie was het dan? Marit, welke schoenen wilde je ook alweer? Doe die witte maar. Witte? Ik pak ze. Die jurk staat je echt beeldig. Ah, oh, dankjewel. Ik zal me meteen even voorstellen, ik ben jullie wedding planner. Hallo. Oh, wat leuk. Maar wacht eens, ben jij niet gewoon Teun Peters? Nee, dat is mijn tweelingbroer. Ik ben Peun Teters. Een tweelingbroer met een andere achternaam? Ja, dus van een andere vader. Een tweelingbroer met een andere vader? Ja, nou hou op. Ik vind het zelf ook heel lastig. Maar goed, waar ik er eigenlijk voor ben. We hebben nog niet een boeket uitgekozen. Dus ik heb deze en deze. Welke vind jij het mooist? Persoonlijk vind ik deze eigenlijk wel het mooist. Ja, deze? Ja, ik niet. Maar goed, ja, jouw keuze. Hè? Dan nemen we deze. Marit, ik denk dat ik de schoenen heb gevonden. Ah!
IJsbrand? Ik ben het, ja. IJsbrand. Maar waarom gooi je die BH tegen me aan? Oh, sorry. Dat is mijn nieuwe hobby. Sinds het succes van de film is het allemaal een beetje naar mijn hoofd gestegen. Zo, Teun. Hoe staat het met Rick? Hoe gaan we de bruiloft van Dylan en Marit tegenhouden? Nou, ik denk dat Rick het alleen maar leuk vindt als Dylan en Marit gaan trouwen. Wat? Nou, dan moeten we voortaan maar niet met Rick gaan samenwerken. Rick, verlaat deze ruimte. Ja, maar ik... Zo. IJsbrand, ik weet dat je de bruiloft wil stoppen omdat je denkt dat de liefde tussen jou en Marit voorbestemd is, maar ik denk niet dat ik het kan. Oh, ik denk wel dat jij dat kan. Oh, het is gewoon plastic. Ik denk dat jij dat wel kan. Want jij wil denk ik niet dat jouw grote geheim uitkomt. Nee, dat wil ik niet. Dus wat gaan we doen? De bruiloft stoppen. Want? Omdat de liefde tussen jou en Marit voorbestemd is. Heel goed. Dus ik hou jouw geheim voor me. En samen bedenken wij een plan om de bruiloft van Dylan en Marit voor eens en voor altijd te stoppen. Je moet er wel bij lachen. Echt een evil lach. Oh. Ja? 1, 2. Met Lisanne van Tillenhagens. Hey, Boelend. Oh, super. Dus we kunnen volgende week bij jullie opnemen. Ja, ik schrijf het op. Dan zien we jou dan. Nee, hang jij maar op. Hang jij maar op. Oké, dit duurt lang. Doei. Waar gaan we opnemen volgende week, Lisanne? Bij de kebabzaak. Daar zal ik blij mee zijn. Ik ook. Hey, Rens. Moet je kijken, ik krijg echt een heel gek mailtje binnen. Hoi Rens en Lisanne. Als jullie niet binnen 5 dagen reageren op dit mailtje met het wachtwoord van Dylan's YouTube-kanaal, zullen we stappen ondernemen en komen we er wel op onze manier achter. De tijd gaat nu in. Zou dit echt zijn? Ja, ik denk het wel, want er staat hier, dit is een echt mailtje. Tot de volgende week. Dan kunnen we kijken waar we de ceremonie kunnen plannen. Sorry, maar ik versta je echt heel slecht. Ik zei tot volgende week. Ja, is er ook iemand heel irritant aan de stofzuiger? Wacht even. Wat? Wat zei je? Ik zei tot volgende week. Hey Marit, heb je trouwens die jurk nog aan? Nee. Ik kan deze toch gewoon afdoen? Zo'n ding. Wie ben jij? Ik ben Peunteters. Ah, dat is grappig. Je lijkt net op Teun Peters. Ja, dat hoor ik wel eens vaker. Doei! Dylan! Marit! Ik moest jullie iets vertellen. Teun wil de bruiloft verpesten! Mert? Wat doe jij nou weer hier, joh? Dat is al lang voorbij allemaal. Dat was het vorige seizoen van Cliffhanger. Dat is al lang afgelopen. Hoe lang ben je al op dat fiche onderweg? You can leave your head on. Ta 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 la la la. Ta ta da 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 la 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 la. Ja, ik ben inderdaad al een tijdje onderweg, man. Een paar jaar. Maar moet je eens kijken waar ik ben geweest. Check dit. Oh, nice. En dit? Vet. dit was ook zo vet. En hier moet je echt een keer naartoe. Wow, wacht even. Swipe het terug. Waar is deze foto genomen? Wat is dit? Ah!
Dat was weer spannend, hè, mensen? Jeetje, weer een aflevering van Cliffhanger. Hoe vet! Wij vonden het natuurlijk weer heel tof om te maken, maar dit is natuurlijk de laatste serie van de decembermaand. En jullie kunnen straks bepalen wat jullie favoriete serie is. Hopelijk vonden jullie het leuk. Vond je dit nou leuk? Klik dan op het duimpje omhoog. En laat natuurlijk in de reactie weten wat jij in de volgende Cliffhanger graag zou willen zien. Want als die gekozen wordt, kom jij misschien wel met jouw reactie daarin voor. Dames en heren, ik wens jullie alvast een heel erg gelukkig nieuwjaar. Denk er goed over na op welke serie je gaat stemmen. Want in 2019 komt er dus een extra serie bij. Heel erg bedankt voor het kijken allemaal. En tot de volgende keer maar weer. Later!